Dag allemaal. In deze tutorial laat ik jullie zien hoe het Excel-bestand werkt dat jullie hebben ontvangen voor het eindexamen muziek. Eigenlijk zijn er twee Excel-bestanden die jullie van mij zullen krijgen. De eerste is een overzicht met alle termen voor het hele eindexamen. Die hebben jullie nog niet ontvangen, maar komt er snel aan. De andere is die met basiskennis en die hebben jullie al wel ontvangen. En het systeem is eigenlijk hetzelfde, alleen die is iets minder uitgebreid. Als het gaat om de eindtermen voor het examen muziek, dat zijn er ongeveer 800 in totaal. En dat zijn natuurlijk ontzettend veel. Daarvan zijn ze niet allemaal even belangrijk. En ook is het in de syllabus voor het eindexamen niet altijd goed te zien wat de samenhang is tussen die verschillende termen. Mede daarom hebben we alles in Excel gezet, zodat je daar met behulp van YouTube-filmpjes onderlinge verbanden kunt leggen. Je kunt allerlei categorieën aanbrengen. Ik zal daar een voorbeeld van geven. Kijk, hier zie je al die termen. En als ik naar beneden scroll, dan zijn het er echt ontzettend veel. Enigszins intimiderend, maar laat je niet te snel afschrikken. Op het moment dat ik dan in deze rij kijk, dan zie je allerlei begrippen staan. Je ziet bijvoorbeeld staan het domein. Met het domein wordt bedoeld het domein voor het examen. En dat betekent het domein waarnemen en weten. Dit zijn dingen die je moet kunnen waarnemen en moet kunnen weten. Je ziet staan lijn. Op het moment dat ik daar een selectie in maak, en ik zeg bijvoorbeeld ik kies voor pop, komen er andere begrippen te staan en die hebben allemaal te maken met de lijn pop van het eindexamen. Je ziet staan hoofdstuk. Dit zijn de hoofdstukken zoals ze volgens het eindexamen zijn ingedeeld. Hoofdstuk ritme, maar bijvoorbeeld ook een hoofdstuk blues en bijvoorbeeld ook een hoofdstuk gitaar, rock, symfonische rock, klassiek, barok, van alles. Nou heb je in de blues, heb je ritme. Nou heb je een hoofdstuk ritme en je hebt een hoofdstuk blues. Wat heeft dat te maken met ritme? Kortom, hiernaast zie je een hoofdstukje invalshoek. Die stelt je in de gelegenheid om per muzikaal aspect door de termen heen te scrollen. Op het moment dat ik doe invalshoek en ik doe bijvoorbeeld ritmiek, dan krijg je basistermen van ritmiek, maar als ik naar beneden scroll, dan krijg je ook allerlei ritmische termen die te maken hebben met allerlei muziekstijlen. Van klassiek, tot aan pop, tot aan jazz, en zo verder. En dan zie je bijvoorbeeld af en toe hele interessante dwarsverbanden bijvoorbeeld. Zoals het gebruik van syncope in de soul, maar ook bij Beethoven bijvoorbeeld. De manier waarop we voor het examen gaan studeren, is dat we vooral per invalshoek zullen studeren. Dus we gaan ritmiek onderzoeken, harmonie onderzoeken, vorm onderzoeken. En op die manier kun je dus veel gemakkelijker door alle kennis heen scrollen. In je hoofd en in Excel. Dan blijft over hoe belangrijk is eigenlijk iedere term. Daarvoor zien jullie deze kolom. Prioriteit. Hier kun je zien hoe belangrijk is het. Als ik bijvoorbeeld doe geen leerstof, dan zie je bijvoorbeeld een tijdlijn en je ziet bekende muzici. En dat is handig voor je overzicht, maar het is geen officiële leerstof. Op het moment dat ik zeg basiskennis, dan zie je eigenlijk alles waar ze niet rechtstreeks naar gaan vragen, maar wel naar wat je wel moet weten. Ze gaan er eigenlijk vanuit dat je dat allemaal wel weet.
En op het moment dat ik prioriteit invul, dan gaat het om dingen die zeer waarschijnlijk op het eindexamen voor zullen komen. Het kopje prioriteit is nog in de maak, dat krijg je nu heel snel. En jullie hebben alvast een bestand van basiskennis en daar gaan we naar kijken in het volgende video.